Hi, Papa Bones. Hi, Papa Bones. Ja. Nou, ja. Gaat mijn kantje een Big Mac voor jullie? Nou, jullie er toch zijn. Wij hebben net zo goed als volgen. Ik kan mijn eigen filmpje opnemen. Oké. Justin, heb jij ook even tijd om op te nemen? Ja hoor, heel even. Nou, vooruit, dan gaan we ervoor, hè. Ik heb de zin, mevrouw Bones is een Big Mac aan het eten. Wat is de persoonsvorm, Haris? De persoonsvorm is. Goed, wat is het werkwoordelijke zijnde in deze zin? Het werkwoordelijke zijnde is? Het werkwoordelijke zijnde is... De zin was, mevrouw Bones is een Big Mac aan het eten. Is aan het eten. Haha, gelukkig zeg. Toch weer even nog onthouden. Nu gaan we vragen het onderwerp, Bart. Het onderwerp is mevrouw Bones. Ja, want je vraagt wie is aan het eten, mevrouw Bones. Nou, dan stoppen we nog eens in het deel bij. Het leidend voorwerp. Het leidend voorwerp is het zinsdeel dat je als antwoord krijgt op de vraag wie of wat plus werkwoordelijk zijn de plus onderwerp. In onze zin, wat is mevrouw Bones aan het eten, Manu? Een Big Mac. Een Big Mac. Dus het onderwerp is degene. Zit ik onder? Nee. Volgens mij wel. Dus het onderwerp is degene die het doet, in dit geval mevrouw Bones. Het leidend voorwerp is datgene waar iets mee gedaan wordt. In dit geval wordt die dus opgegeten. He, er gebeurt iets mee en iets vervelends ook. Dus het onderwerp leidt in dit geval. Deze hamburger lijkt zelfs in dit geval. Nu lijkt het me goed dat jullie mij even alleen laten, dus ik maak een nieuwe zin. Nu gaan de teamassistenten een Happy Meal halen. Oké, wat is het onderwerp van? En wat gaan de teamassistenten halen? Dus wat is het leidend voorwerp? Een Happy Meal. Oké, gaan we gaan. Nu, hè? Fijn, kan ik lekker verder eten. Een leuk speelgoedje. Nou, laten we kijken. Oké, nou, Bo die heeft deze dinosaurus gekregen. Wat is het onderwerp in deze zin? Bo, goed zo. Dan gaan we vragen, wat heeft Bo gekregen? Deze dinosaurus. Dus deze dinosaurus is het leidend voorwerp. Oké, dat is één. Bart. Ja. Bart, wat kan jij met die ballon? Hij geeft u. Nou, dat is leuk. Bart heeft mij een ballon gegeven. En dat is goed. Bart heeft mij een ballon gegeven. Wat is het onderwerp? Hannes. Bart. Nee. Ja, Bart. Bart, goed zo. Wat heeft Bart mij gegeven, Hannes? Een ballon. Een ballon. Ja, goed. Een ballon is het leidend onderwerp. Zullen we er nog één doen of zijn we hier al klaar mee? In je binnen, denken jullie. Zullen we even naar buiten gaan? Ja. Oké, we gaan naar buiten, Justin. Oké. Nou, het leidend voorwerp hoeft niet altijd een ding te zijn. Het kan ook een mens zijn. Als ik deze zin heb, wij stoppen Haris in de glijbaan. Dan is het onderwerp bij. Dan vraag je, wie stoppen wij in de glijbaan? En dat is dan het leidend voorwerp. Dus, wie stoppen wij in de glijbaan? En vanaf nu is het een glijdend voorwerp. Nou, het leidend voorwerp, de afkorting is LV, geef je aan met één streep eronder. Ik heb hier een voorbeeldzin. Hebben is PV. Hebben gestopt is werkwoordelijk gezegde. Wie hebben gestopt? We. En wie hebben we gestopt? Haris. Haris is dus het leidend voorwerp. Hieronder zie je nog even hoe je het leidend voorwerp zoekt. Vragen, wie of wat, plus werkwoordelijk gezegde, plus onderwerp. Heb ik hier nog een zinnetje? Deze uitleg zullen de teamassistenten heel lang onthouden. Zullen is de PV. Zullen onthouden is het werkwoordelijk gezegde. Wie zullen onthouden? De teamassistenten. En wat zullen de teamassistenten onthouden? Deze uitleg. Dus deze uitleg is leidend voorwerp. Hopelijk klopt deze zin ook. Vorige keer waren ze wel weer vergeten.
We can't get outside my window.